Liedje. Voilà. Voilà. En soms ook draaien we dingen. Elke dag weer zomertijd. Met moppen, limmerings en narigheid. Zomertijd, als ik naar huis toe ga. Met die maffe gasten van Veronica. 3 uur lang, alleen maar lol. Maar na een uur heb ik de broek al vol. Mafkees. 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 Ja. Oh, de kans is trouwens ook, jongen, kijk, nu was het een beetje in eerlijkheid. Hè. De kans is ook aanwezig dat ik er morgen niet ben. Oh. Er is namelijk een stuk van mijn kies af met de vulling. Oh. Dus dan ga ik naar de tandarts. Maar die hè? Ja. Die had pas, zeg maar, begin van de middag had hij tijd. Voor armoedige tandarts. Ja, dat is pas zo. Morgenmiddag voor jouw tijd. Nou, ik bedoel, je moet tegenwoordig al blij zijn als je het anders kunt vinden. Deze heb ik al een jarenlang abonnement lopen, hoor. Dus dat komt wel goed. Hij zal met liefde dat gat nog even opboeren. Ja, maar goed, als ik helemaal met zo... Ik heb namelijk één keer collega Peter Tenkamp met een verdoving programma horen doen. Ja. Nou, dat ga ik niet doen. Ja, en dan lekt in een mixer. Ja, Tenkamp had toen een programma gedaan. Er zat zoveel speeksel in het mengpaneel. Iedere keer als je zo'n veder naar boven deed, een soort tsunami. Dan kwam het echt via de knoppen kwam het speeksel er tevoorschijn. Moet je aan de tandarts vragen, als jij kan pas morgen middag terecht. Ja. Ja, moet je vragen of je het met je rekening ook pas volgend jaar terecht kan. Ja. Die kans krijg je niet, want dan zegt hij gewoon van oké, dan verdoven we niet. Nee. Nou, let even op. Ja, de eerste limmering gaat over Marc Dutroux. Hoezo? Marc Dutroux is depressief, die wil wat om handen hebben en hij wil nu een boek gaan schrijven. Gaat de limmering over. Ach, dan, Veronica op een aantal kabelnetten niet of slecht te ontvangen, heeft te maken met een Eutelsat-satelliet die uit de baan is geraakt. En die satellieten, weet je, normaal gesproken zijn dat geostationaire satellieten. En die horen dus ten opzichte van de aarde, daar hebben ze een vast plekje in de ruimte. Die draaien eigenlijk net zo snel als dat wij doen. Maar ja, deze die is uit koers. En dat kan dan, zeg maar, horizontaal... Dat gaat niet meer lukken. Nee, de Eutelsat is klaar. Maar goed, we zijn druk bezig om iets te lanceren. Andere satellieten hebben weer van die kleine stuurraketjes. En die proberen ze nu de positie van die oude satelliet te laten innemen. Maar jij hebt nog wat over van oud en nieuw. Ja, ik ga er wel een lawinepijltje die kant op. Nou, dan Ajax. Dat gaan we even afzeiken, dat begrijp je. Dan hebben we ook nog een Schotse man die zijn hond altijd uitliet in de buurt van een golfterrein. Ja. En die hond die had altijd al lol met het verzamelen van de daar aanwezige golfballetjes. Wat zijn baas alleen niet wist, is dat hij ze ook opschat. Zometeen het resultaat. Dan is er vuur, of zeg maar brand gesticht. Het heeft een illegale in zijn eigen cel. Nou, illegale is een rare term natuurlijk. Ja. Ook daar gaat de limmering over. En we gaan nog even terug naar Friesland. Naar dat Nijetreinse sekshuis. Ja! Is daar geweest? Nou, Marc Dutroux die wil gaan schrijven en is naastig op zoek naar een uitgever die wat wil publiceren op zijn verzoek. Hij twijfelt nog wel aan het verhaal, een roman, een gedicht, het kan allemaal. Maar zijn specialiteit, ja, dat is toch wel een kinderboek. Die cel moeten ze laten vollopen van het kring. Maar goed, hè? Dat doet velen vast verdriet. En dat komt allemaal door zo'n verraakte satelliet. Het is ook een beetje slimmerig en voor mij ook wel een beetje zielig, want heel veel mensen horen deze geweldige limmerik nu niet. Nogmaals flink afgezekerd. En dat het niet onterecht is, dat is gisteravond wel weer gebleken. Ik weet niet of het echt waar is, maar scoren vergaat ze moeilijk zonder Suarez. Ze hebben wel gewonnen, maar ze worden toch met de nek aangekeken. Met de nek aangekeken. De NEC worden ze aangekeken. Een Schotse man hoorde rare geluiden uit zijn hondse maag. Hoe zou dat nou toch komen, stelde hij aan de dierenarts die ik afvraag. De dierenarts onderzocht hem snel en dan uiteindelijk begreep hij de klachten wel. Want daar hebben we dieren namelijk 13 golfballen in zijn maag. Eentje zat er al zo lang in, die was helemaal zwart geworden. In het detentiecentrum werd iedereen door vuur en rook geradbraakt. Een illegaal met lucifers had in zijn cel brand veroorzaakt. Deze illegaal wacht nu een straf dient ten gevolge. Ik ben benieuwd of we hem gaan vervolgen. Vuur gemaakt door een illegaal of illegaal vuur gemaakt? Vuur gemaakt, ja. Even naar Friesland, hè. Dankzij naaiende trine in het naaiende sekshuis voelt Kim Holland zich in Friesland ineens helemaal thuis. Ja! Ik heb me zojuist intiem geschoren en ik ben door de kou een beetje bevroren. Ik heb nog wel een bak. Dat heet hier een Elfstedenkruis.
kom je daarop? Hoe kom je eraf? Ja, zo. Ja, ik zou hem gewoon uitzenden. Ja, klaar. Weet je wat? We gaan het uitzenden.